Yo, het is Alouali hier live bij Punch Out Battles. We hebben net de battle gehad. Dave tegen Draak. Draak, hoe ging het? Nou, wel goed. Nou, maar ik heb niet alles gezegd eigenlijk. Ik had meer, maar ja, prima. Ja. Op zich was een lekkere energie. Je had het publiek op zich ook wel op de hand. Wat vond je van Dave? Ik had een moeilijke inschattingsvermogen van Dave. Weet je, ik heb één battle van hem gezien, maar ja, ik vond het wel, ja, wel hard. Wordplay deed je wel lekker. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik had wel van Dave zoveel meer verwacht als ik naar jou kijk naar Hollow. Geen disrespect, maar ik had superveel meer verwacht. Dat geldt ook voor mij. Dave, je hebt 2 jaar geleden nog zo op je auditie gedaan. Ja. Was je niet goed genoeg? De laatste auditie wel. En nu kom je eigenlijk weer met het niveau van de eerste auditie. Hoe kan dat? Heb jij het gevoel dat jij niet moet bewezen ofzo? Nee, nou, het is zeg maar tegen Ahono was gewoon een goede battle, zoals het hoort. Maar het is voor mij ook een beetje zoeken nog wat aanslaat voor het publiek en wat een beetje mijn stijl is. En nu heb ik weer iets heel anders geprobeerd, dus tegen Ahono, en het is minder aangeslagen. Dus de volgende battle ga ik weer kijken, hoop dat ga oppakken. Alright, en wat is nu op dit moment het gevoel bij jou? Wat moet jij de volgende battle doen om weer te groeien? Goed kijken naar wat ik deze battle wel goed heb gedaan en wat ik wat minder heb gedaan. En vooral kijken naar het positieve van hoe gaan we hier weer uitkomen. Want dit was gewoon een klote battle. Dit was inderdaad een klote battle. Niet van jouw kant per se, jij ging op zich nog wel lekker. Ja. Ja, Draak. Volgend event weer? Ja, zeker. Tegen? Ja, ik heb Aiki gemeld, ik weet het nog niet. Ik hoop snel mogelijk bericht te krijgen, ik wil wel... Even geen politiek correcte antwoorden. Wie wil je? Ja, nog steeds Frans. Waar ik vorige keer al, maar ja, als het niet kan, dan gaat het niet. En ja... Waarom zou het niet kunnen? Nou ja, omdat hij vorige keer ook al wat had staan. En ik heb niet echt meer contact gehad met Frans. Maar ik heb net ook met Links gesproken, hem vind ik interessant. Ja. Jens Brok vind ik interessant, maar eigenlijk iedereen vind ik wel tof. Alright. Jens Brok ook, ja. Ja. Oké, cool. Dave, ik verwacht revanche van jou, man. Ik verwacht echt dat jij harder komt dan dat je ooit bent gekomen. Want ik had Dave hoog ingeschat en ja, die naam heb je wel een beetje laten vallen dit keer. Dus volgende keer, tegen wie ga je de revanche pakken? Weet ik nog niet. Volgende event is 10 december. Daar kan ik sowieso niet battelen. Okay, nou ja, dus volgende keer dat je kan. Ja. Ja, ik zit een beetje te kijken. Ik wil eigenlijk een mid-top tier. Namen. Ja. Ja, dat kan ik nu niet zeggen. Namen. Iemand als bijvoorbeeld... ja, ik weet het echt niet, man. Het is echt moeilijk om te zeggen. Een beetje Kama-achtig. Kama, oké. Okay, we hebben een naam. Kama, Dave komt voor je. Hij komt je halen. Draak, Dave, straks de battle om 7 uur online. Ga hem checken. Mijn naam is Alouali. Je live bij Punch Out Battles. Ciao. Dave, lekker.